laten zien hoe we een voorraadpotje kunnen maken. Of een snoeppotje? Een snoeppotje, ik pak er vast eentje. Of een leuk cadeautje voor de familie, vrienden, kennissen, wie je ook maar wil. En Marga gaat laten zien hoe makkelijk het eigenlijk wel niet is. We hebben leuke producten in Colors Unlimited zitten. We hebben natuurlijk stofjes. Wat hebben we allemaal nog meer? Ja, lintjes, plaksteentjes, wat papieren roosjes met echt heel erg mooi glitter erop. Ja. Wat het meteen wat feestelijker maakt. Ja. En Marga gaat eigenlijk laten zien hoe je dus... Een leuk snoeppotje maakt, leuk voorraadpotje. Ja, hier is gaas gemaakt. Ja. Ik heb een leuk kleedje eroverheen gelegd eigenlijk. En ik ga jullie eventjes laten zien hoe je nou die maat, want hoe weet je nou hoe groot iets moet worden en wat hebben we er allemaal in gedaan. Dus we hebben stofjes in de Colors Unlimited lijn zitten. Echt in allerlei kleuren. Dus in dit geval gekozen voor een beetje de grijs tint. En daar zit die leuke nieuwe mintkleur in. Als je dit wil maken, dan ga je, als je de pot hebt, eerst eventjes kijken. Je hebt centimeter erbij nodig. En alle instructies staan er ook bij, Christel. Dus dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Als je zegt van nou, ik wil hem vanaf hier tot hier hebben, dan pak je je meetlintje erbij en je gaat even kijken. Je legt hem van daar naar daar erover. En dan zie ik dat ik een beetje 18, 19 centimeter heb ik daarvoor nodig. Dus nou, dan zet je de pot even weg en dan... Kun je dat op twee manieren doen. Je trekt je keukenkast open. We hebben allemaal bordjes en schoteltjes. Ja, en zat. Dus je gaat kijken of je iets kunt vinden wat ongeveer de omtrek heeft van 18 centimeter. Dan leg je je bord erop en dan teken je dat na op de stof. Nou, dan knip je hem uit. Dan heb je ook een echte cirkel. Ja. En anders is een andere hulpmiddel. De oude passer. Ja. Ouderwetse passer. Dat gaat ook altijd. Dus dan, dan zet je hem op 9 centimeter en dan kun je hem ook zo rondtrekken natuurlijk. Dus die knip je uit en dan kun je, want het is natuurlijk 100% katoenen stof, ik zou altijd eventjes aan de achterkant afzicht zagen. Mm-hmm. Ja, en dan is de kwestie van een leuke versiering eromheen maken. We hebben een verpakking waar allemaal lintjes in zitten. In dit geval is het een klein kantenlintje, maar je kan er natuurlijk ook, kijk wat hebben we hier, is ook leuk. Die pomponnetjes, hè? Die zijn ook hartstikke leuk, een potje met pomponnetjes langs de zijkant. Dus leef je uit eigenlijk. Dus, en dat is een kwestie van op smaak de machine ook, kan. Ja, je kan het ook met de hand aannaaien. Even kijken, als je die erop doet, ga ik je ook nog even laten zien. Als je hem er nou omheen zet, dan is het best lastig om hem leuk in te plooien. Wat heel handig is, is een elastiekje eroverheen. Even dubbelvouwen. Dubbelvouwen. Ja. En wat je dan heel makkelijk kunt doen, kijk, dat is... Ja, dan kun je hem in model brengen. Ja, je dekje een beetje in model brengen. En daarna kun je hem afwerken met... Een leuk lintje met een label eraan. Het label, schattig, hè? Ja. Beeldig. Ik vind hem ook zo leuk geworden. Ik zal eventjes laten zien hoe je dat... kijk, want die kunnen dan later nog weer omheen strikken. En dan werk je ook je... Ja, maak hem af. Ja, werk je hoe zeg je het, je elastiekje weg. Als je het label hebt, het handigste is natuurlijk, je kunt of een kant-en-klaar labeltje ergens kopen. Of misschien ben je handig genoeg om het te tekenen. En dat is ook net... Welke maat je wil gebruiken, zie je. Je gaat eerst even je stof verstevigen. Dus dat kun je doen met een soort met vlieseline. Dat kun je opstrijken. Dat staat ook allemaal beschreven in de handleiding. Dus je verstevigt eerst je stof. Daarna leg je je labeltje op de stof. Ja, voor de maat eigenlijk. Ja. En die teken je gewoon na. Dus dan heb je je labeltje erop staan. Nou, dan heb je uiteraard twee, want je hebt een voor- en een achterkant van je label. Ja, dus dat je dit niet meer ziet eigenlijk. Nee, je moet ook je moet natuurlijk dubbele stof hebben. Dus je legt de stof met de goede kanten op elkaar. Mm-hmm. En je hebt hem al afgetekend. Nou, dan stik je hem precies op hetgeen wat je na hebt. De lijntjes, oké. Behalve aan de onderkant. Die laat je open, want hij moet uiteindelijk binnenstebuiten gekeerd worden. Ja, anders maar... Je moet hem eerst nog afknippen. Kijk, hier aan de zijkant is hij al meegeknipt. Dan knip je de bovenkant met de hoeken mee. Zie je? En het is het mooiste als je dat ook zo kort mogelijk op de kantjes knipt. Want je wil eigenlijk hier zo min mogelijk stof hebben zitten. Ja, maar je wil enigszins wel een beetje ruimte opgeven. Ja, je moet een millimeter of vier, zo'n beetje vijf houden. Dan haal je hem... Dit is nooit mijn favoriete klusje geweest, maar dat maakt niet uit. Het hoort er wel bij. Je keert hem binnenste buiten. En je maakt mijn model dan. En dat gaat ook altijd handig als je je vingers een beetje nat maakt. En die ook. Want dan heb je wat meer grip op je stofjes. En een schaartje erbij om die hoekjes mooi... Even met het puntje erin. Maar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Anders steek je dwars door je stof heen. En als je dat dan hebt, kijk, dan kun je het later...
dip netjes. En je hebt altijd je strijkbout erbij. Ik strijk dat altijd een beetje. Dus even netjes weer de zoom erin vouwen. Dan strijk je hem helemaal plat. En dan kun je hem daarna nog net langs de rand weer helemaal afstikken. Nou ja, voor een extra effect. Ja. Ja. Strikje erop en een leuk knoopje erbij. Ja, die strikjes zetten ook hierin toch, hè? Ja. Oh ja, ik zie het net. Je hebt die strikjes. Ja. En hier hebben we plakpareltjes opgezet en zo allemaal. Ook. Ja, het is gewoon een hartstikke leuk cadeautje ook natuurlijk, om iemand te geven. Weet je, dan geef je een snoepje cadeau wat leuk in een potje zit. Ja, dan is dat goed. Zullen wij een dropje nemen? Lekker. Ja, maar dan. Veel plezier met knutselen. Veel plezier.